Jan de Zwart, schrijver van het boek. Kunt u alles eerst vertellen, hoe kwam u op het idee om dit te gaan schrijven over deze drie iconen, of vier iconen van Feyenoord? Ik heb ze natuurlijk mijn hele leven geïnterviewd. In de periode van de 70e jaren. En heel veel verhalen die zijn voor anderen vervlogen, maar die zijn heb ik in mijn hoofd opgeslagen. En ik vond het tijd dat we al die verhalen toch nog maar eens eventjes in een boek moesten samenvatten. Ja, want we hebben u in de speech net al een paar van die paar verhalen weggegeven. Hè? En alle mensen die aanwezig, ja, dat was eigenlijk één groot feest weer. Ja, ik sta te lachen omdat ik natuurlijk verrast was door het feit dat de hele familie Kranendonk hier was. Ik kende alleen zijn broer en zijn zus. Daar ben ik de boeken gaan brengen. Altijd een beetje in angst van, zouden ze het wel prettig vinden wat er allemaal over hun broer in dat boek staat. Want het was natuurlijk een heel ondeugende man. Maar ze hebben dat boek al gelezen. Ze zijn gekomen terwijl ze het boek al gelezen. Ze vinden het prima dat ik het allemaal zo opgeschreven heb. Ja, het zijn voornamelijk ook leuke verhalen in, hè? Grappige verhalen. Maar staan er ook ontroerende verhalen in? Nou, ontroerend is natuurlijk als je zoals Kranendonk slechts 45 jaar wordt en heel triest aan je einde komt. En dat men niet eens weet wie je bent en dat hij uiteindelijk ook nog in de sloot gevonden is als een onbekende zeeman begraven. Uiteindelijk gingen ze hem natuurlijk missen en toen kwam Kapel en Dijssel op de gedachte van we hebben iemand begraven van wie niet weet wie het is. Het was gewoon de Kraan, want hij was wereldberoemd in Rotterdam. Ja, en die anderen die bijvoorbeeld Koemelijn, Henk Schouten en Cor van der Grijp. Cor van der Grijp aanwezig. Henk Schouten helaas niet, dat benoemde je ook nog even. Ja, dat, ik denk dat het wel een klap was ook voor jou persoonlijk. Nou ja, kijk, Henk heeft het boek gelezen. Ik heb het zelf 2 jaar in de kast heeft het gelegen bij me. Had ik er geen tijd voor. En toen Henk ziek werd, toen dacht ik, ja, nu moet ik even tempo maken. En dan is het jammer dat ik het net niet gehaald heb. Maar dan ben ik tevreden over het feit dat hij in elk geval het boek gelezen heeft. Althans, de tekst gelezen heeft. Vond u ervan? Henk moest altijd overal om lachen. Ook als hij zelf moppen vertelde. Dat was een hele grote grappenmaker, hè, begreep ik. Henk was afgezien dat het een heel plezierig mens is, was het een hele grote grappenmaker. Maar dit soort voetballers, hè, met humor, voetbalhumor, elkaar een beetje in de maling nemen. Zien we dat nog? Is dat nog reëel? Omdat de voetballers nu zijn natuurlijk allemaal mannetjes en met geld en bling-bling, horloges, dat soort dingen. Nee, het is onvergelijkbare werelden. Ik denk dat het... ze zullen het ongetwijfeld onder elkaar naar hun zin hebben, hoor. En ik ben natuurlijk zelf ook nog niet zo gek lang weg bij Feyenoord, in een jaartje of 10. En in die periode van Hooijdonks en van Wonder hadden ze het ook, en van Gastels ook naar de zin. Dus onder elkaar zal het prima zijn, er zal veel gelachen worden. Maar de echte grote humor zoals ik meegemaakt heb met deze mensen, ja, die is al voorbij. Top. Nog één ding dan. Waarom moeten mensen dit boek gaan lezen? Omdat ze dan iets van de geschiedenis weten. Kijk, je moet niet vergeten dat voor iedereen het vanzelfsprekende vanzelfsprekendheid is dat die Kuip elke 14 dagen vol zit. Er is natuurlijk een tijd geweest dat er 12.000, 20.000 mensen kwamen en niet één meer. En de hele tweede ring, dat die leeg was. En die omschakeling, dat moment, die is gekomen door de komst van de Grijp, Schouten en Molijn. Dat was dus in 1955. En toen is het ook razendsnel gegaan. En dat moment moeten ze even in de gedachten nemen. Ja, het is toen is het geboren eigenlijk. Je moet niet vergeten dat zij eigenlijk de iconen zijn. Dat zij eigenlijk Feyenoord hebben gebracht tot waar het nu nog steeds is. Toen zij kwamen, ging de paling lopen.